Goedemorgen, meldkamer Bram het Noord, spreekt u met dat? Goedemorgen, met Pieter Jans van het Jeroen Bosch ziekenhuis. Morgen Pieter. Meneer gaat daar voor een controle voor zijn urostoma. Ja, dat is goed Pieter. Welke afdeling? De UMC Nijmegen, de polyurologie. Ja, ik heb zijn gegevens van meneer Verbrugge en wij gaan meneer Verbrugge vervoeren naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, afdeling polykliniek urologie. Daar gaan wij hem naartoe vervoeren. Ja, duidelijk. Ik ben in september 2000 uit een boom gevallen tijdens het snoeien en dat gaf mij een partiële dwarslesie. En ja, toen werd ik rolstoel afhankelijk. Ik was mijn baan kwijt, ik was ambulanceverpleegkundige. Dat kon ik niet doen, maar ik mocht terugkomen en ik ging werken op de meldkamer. En dat doe ik nu tot grote tevredenheid. Mijn beperking kan ik heel goed mee leven. En mijn blaasproblemen kan ik ook heel goed mee leven, omdat ik daar heel erg goed ingedoken ben om het maximaal aan goede materialen te voorzien, goede katheters te hebben, heel veel spullen die het naar mijn hand kan zetten, zodat ik gewoon weer alles kan, bijna alles kan wat ik voorheen ook kan. Ik was een fervente schaatser op natuurijs. En later, na een paar jaar, ik kon alles weer, behalve ik kon niet op het natuurijs komen, dat was er niet. Dat breekt me op. En toen ben ik met mijn broer, ze hebben samen een fiets gemaakt, dat ik kon gaan fietsen op het ijs. Een collega met mij vroeg van, god, dat is wel mooi, zou je niet mee willen doen met de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk? Nou, dan leg je de lat wel redelijk hoog, want die is 200 kilometer in één keer. Je moet zorgen, als je beperkingen gaat krijgen, je komt rolstoelafhankelijk, dan moet je een hobby gaan zoeken die dicht bij jou past. Wat je een klik mee hebt, voorheen eigenlijk, want dan pik je toch sneller op en dan ga je daar de diepte mee in. En dat is me wel aardig gelukt.